Dan ga ik eens even wat leuks doen. Middelsie. Weet je wat het nou was met dat microfoontje? Nou? Hij stond zeg maar in Lop stond hij ingesteld op voor de voice chat op volume 0. Ah! Dus toen ik die harder zet, lady het weer. Wat leuks vinden? Natuurlijk.
Ja, ik heb wel wat gemaakt nou. Ik heb een sniper. Met een warmtezoeker en een CPU en een executioner erbij. Maar gewoon dit, dat zien we wel. Maar dan heb je wel een combat axe en een smoke grenade alleen maar. Oké. En dan heb ik voor de tweede heb ik een shotgun. De allereerste met een secondary als in een FHJ 18, dus alleen maar voor uit de lucht knallen. Oké. Ja. Maar misschien de actieve al weghaal. Maar dan heb je nou grappig. De mercenary, dan heb je daar gewoon M27 met full met foregrip en full metal jacket. Maar eigenlijk moet ik die echt voor de rest en dan geen secondary. Maar ook geen, maar ook geen scavenger erbij dan. Je moet toch ergens een nadeel hebben. Ik denk dat die te overpowered is, omdat je daar best goed op afstand mee kan schieten. Je hebt geen handgranaat. Nee, ik heb niemand kan bij je komen, joh. Dat is ook wel zo, hè. Nou, dan wordt die. Wordt dus. Nou, die andere dingen zijn korte afstand en dan. Ja, dan kom je er niet bij. Nou, dus de mercenary is geworden Ballistic Knife. Danger Close met Scavenger. Oké. Eigenlijk moet je er wel dezelfde klasses kiezen, iedere keer. Ja, zoiets. We even een rondje proberen met iets van dat, de eerste ofzo. Dan kun je er geen bots bij doen, want dan gaan we natuurlijk weer een andere klasse kiezen. Nou, laten we het gewoon even proberen. Ik doe. Ik heb wat dingen. Ik heb nu eventjes geen bots. Even kijken wat we eruit in elkaar kunnen knutselen. Je kan het wel doen met bots, maar dan. Oh, je kan die. Ik heb alleen de custom. Ik heb degene die er onderheen verandert. Die andere kunnen we wel kiezen. Dat pak blijkt nog niet. Welke doen we? Dan spreken we vanaf welke we pakken. De shield. Shield en pistool. 5-7. Team Deathmatch. En je kan, ik weet niet, heb jij daar op je wapen ook nog de tekst aan? Op de pistool? Even kijken. Ja, BBA. En het plaatje van jou? Ja. Ik had dat ding gewoon neergezet. En punk. Daar staat hij. Uit, zeg. Nee, hè? Waarom zie je dat ding zo mee? Placing countermeasures. Je ziet dat schild helemaal in de rood. Oh, je hebt ook dat trofee ding neergezet. Ja. Sticky going out! Enemy with weapon! Sticky going out! Hey, is hij van jou beken dat pistool? Ja. Leuk, hè?
wagen. Mijn schild is aardig stuk trouwens. Je kan ruiten inslaan. En auto's. Dus... Oh, je kan hem één tegelijk pakken. Ja. De auto gewoon. Boek, boek. Ik zat te kijken, wat doe jij nou, joh? Ik voel me hum, maar ik denk, ik ga gewoon die auto botsen. Countermeasures up. Countermeasures up. Wie is het voor? Wat ik nou doe is helemaal Sticky humoristisch. Going out. Ik heb een fort gebouwd hier. Come back. I'm dry. Best lastig. Ja, weet ik, maar ik was een gegeven moment kwijt en ik hoor geen ding 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 shit. Lol. Ja, dan kan je me ook zetten. Blijkbaar. Sticky out. Stevig. Confirm. Ik ging achter het ding zitten. Oh, dat scheelt wel stuk. Nou ja. Kijk, dat ding staat er bovenop, dat ziet er echt dom uit. Gun down! Ah! Jammer dat als je het schild van een ander pakt, dat het eerste schild verdwijnt. Nou ja, en bovenop een auto kan je niet zetten. No. Maar op een lopende kanon wel, hè? Ja. Klinkt logisch. Placing countermeasures. Dan kun je in ieder geval geen luchtsteen vragen. He's gone. Shield bash. Backfire. Deze tank, wie zie. Oké. En op die auto achter je. Ja, ik heb die ook gezien. Sticky out! That's gone. Ik was je kwijt.
Placing countermeasures. Threat neutralized. Enemy down. Dat ziet er normaal zo'n schild wat je niet eens hebt. Confirmed. Ah! Ja, maar nee, je had het pistooltje in je beken, hè? Nee, ik kan hem niet eens planten. Shot out. Doe best hier. Dat klinkt toch heel logisch. Je kan hem wel op een loop van de kanon zetten, maar niet op een dak. Maf. Transitioning. Standby. Is een kleine klote ruimte, is het heel moeilijk. Friendly hunter killer drone deployed. Oh ja. We're winning this is. Fight. Waar is dat ding? Hij is al weg. Ja, hij is gewoon verdwenen. Mission clock about to expire. Step up. Waarom kan je niet zo'n ding in een deur zetten? Nou, dat weet ik ook niet. Sticky going out! Extra complete. RTB. Laag score, joh. Hoe kan dat nou, joh? Een sniper game. Ja, is goed. Kan nog wel heel snel, toch? Tuurlijk. Hetzelfde? Ja, gooi je maar in, joh. Niet echt voor snipers, dus als we lachen. Ja, daarom zeg ik. De meest onwaarschijnlijke wapens moet je gewoon in je level gebruiken. Dus je daar zo even kijken welke sniper is, hoor. Snapper. Operatief? Ja. Team Deathmatch. Ja, ik heb hem heel mooi gemaakt. Tering, het zit daar allemaal op, joh. Mooi, hè? Kijk eens. Pink. Leuk, hè? Het zit allemaal van meuk op, joh. Je moet je secondary zien. Ja, die lijkt wel verroest. De secondary is leuk, hè? Ja. Ja, rusted pistol. Nee, bacon. Ja, maar het ziet eruit als die verroest is.
kun je ook opnemen, er staan die twee van die stomme hooibalen en die kun je gewoon niet op. Dit, ja zeker. Throwing smoke. Snipers down. Move. Hey. Split. Ja, ik wou eigenlijk het omhoog gooien, maar dat gooi ik ook. Leuk, hè? Threat neutralized. Oh ja. One shot, one kill. Bam bam. Als het magazijn is helemaal geklipt. Waar zit je te campen? Ik zag je een paar keer lopen, maar je liep hier net weg. That's a kill! Je liep zeg maar net iedere keer achter een hoekje weg. Ah, shit, als je inzoomen duurt langer. Ik zie je, ik denk ik ga inzoomen. Zoomt hij niet, dat lang. Pow! Popping smoke. Phoenix! Smoke it. Lastig is dat je je ook niet op de radar ziet. Even zoeken hoor. Snipers down, move up. Ja, ik heb het niet zo snel verwacht. Ik denk, je komt vast daar vandaan. Pow pow, one shot, one kill. Ook. Throwing smoke. Hij ging een beetje omhoog terwijl ik liep, ik denk shit! Ja, dat is lastig. Popping smoke. Maar het is toch goede camouflage dit? Huh? We've lost the advantage. Shit, ik denk die rook, zie je toch niks. Ja, warmtezoeker. Ja, maar niet door die rook heen. Natuurlijk wel. Nee. Ja. Popping smoke. Snipers down, move hey. Up. Dat zei ik toch?
Ja, maar dat was van opzij. That's confirmed. Zo dan. Kabaal! Raakte ik je nog wel? Nee? 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 Throwing smoke. Ja, jij gooit je ook ding. Popping smoke. Eens even. Dat is dichtbij. Uit het huis. Zoek, zoek. Ah, oh, daar zo! Ja, ik zag je al een paar keer bewegen, maar je zat precies in het hoekje. Timeline in jeopardy. Pick it up. Ik hoorde wel poef, maar ik zie niks. Huh? Oh fuck. Throwing smoke. Time's almost up. Ay, 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 ay. Ooh, bijna knife. Single shot. Oh, ja, dat is gedaan. Ik denk snel. Die is denk ik creepy, die killcam. Bring it next time. Come back. Dit is wel mooi. Ik gooi die rook en dan komt hij vanaf de andere kant, want dat doe ik iedere keer. Ik schoot in je kruis. Ja, in de kissa. In de kissa. Ik vind het wel mooi. En zo iedere keer rook gooien en dan via de andere kant komen. En dan de laatste keer rook gooien en dan dwars er die rook heen. Ik denk dat dit ook wel leuk is op die boot. Oh, zo dan. Dat denk ik wel. We hebben niet zoveel. Zeker van links of rechts op, maar hij komt.
wel grappig om zo je eigen game modus te verzinnen. Tuurlijk, dat is altijd wel even wat anders, hè. Oké, nou kun je, heb ik het zo, je kan inderdaad instellen custom class of not allowed. Ah, oké. Okay. Dus dan kun je uitkiezen. Dus dan moet je uit een van die vijf kiezen. Oké, ik ben benieuwd. Kijk hoe laat is het nou? Het is nou? Oh, het is al 10 uur uit, man. Ja. Volgende keer proberen? Ja, ik heb daar wat dingetjes aangemaakt natuurlijk. Ik heb een paar dingen veranderd. Ik heb die warmtezoeker eruit gehaald, want die maakt het wel heel erg makkelijk natuurlijk. Ja, zeker met rook. Alleen zal ik die XP50 veranderen naar die allereerste of die zal ik laten zoals die is? Nou, laat maar even zien vanzelf wel wat het wordt. Ik heb de pistool, de dual wild genomen. Dus de 2. Oké. Wel lastig voor lange afstanden, dus dat is wel goed. Ja, doe. Ja, ben benieuwd. Gewoon even uittesten de volgende keer en dan even kijken wat het wordt. Ja, toch? Yes. Ja. Dan lachen ze, kunnen dezelfde games bouwen. Ja, toch? Ik heb echt 5 klassen die echt nergens op slaan nu. Online zijn een beetje gebalanceerd, kan je gewoon. Maakt niet uit welke kiezen en toch niet echt winnen, zeg maar. Nee, want ik heb nou bijvoorbeeld die Assault Shoot heb ik een overkill opgezet. Die heb ik die in primary heb ik die single shot SMR Assault Rifle opgezet. Oké. Met ACOG, dus dichterbij heeft geen nut. Nee. Het is een heel groot sterk wapen met een ACOG, dus je op afstand kun je wel wat doen. Ja, maar van dichtbij moet je hem hipfire, daar heb je niks aan. Nee, dus als je dat ding op een beetje, weet ik van wat ergens neer kan zetten en jij kan jezelf goed neerplanten. Begrijp je? Ja, dan heb je een soort van bunker. Ja. Op een loop van een tank of zo. Nou, we hebben natuurlijk nog steeds die Kal 40 dual wide, gewoon natuurlijk lekker met 2 bouncing betties. Oké. En geen tactical. Nou, dat is wel leuk, want dan moet je gaan rondrennen, zeg maar. En dan, nou, als ineens zo'n bouncing betty ergens ligt. Ja, ik heb er nu ook eentje, dus even kijken, wel eentje met ballistic knife alleen. Dus voor mij is het eerste een wapen een mes en het tweede een ballistic. Dus knife of knife? Als je de eerste niet instelt, wordt dat automatisch een mes. Oké. Dus je hebt als secondary een ballistic nog eventueel. Met 2 bouncing betties en scavenger. Oké. En tactical insertion. Dat is wel handig, dan kun je meerdere van die betties neerleggen als je killt. Ja, ik weet niet of dat werkt, maar we gaan het proberen. Ja, je moet andere killen voordat je iets kan op.
Maar je kan tot 3 bouncing baddies neerleggen en dan de vierde, dan verdwijnt de eerste weer. Oké. Okay. Nou, en dan heb ik de primer heb ik gewoon die allereerste shotgun genomen. Met een extended clip, dus je kan met extended clip, waar je laat weet ik niet, maar ergens, blijkbaar. Een langere buis. En dat wordt ik krijg geen extra wapen bij. Want je hebt natuurlijk niks aan zo'n aan een bazooka die alleen maar dingen uit de lucht schiet, terwijl er toch niks in de lucht gaat hangen. Dat kan wel, je kan wel je scores tricks halen. Ja, maar dat is dan. Je kan toch nergens anders op blokken dan dingen die uit de lucht komen, dus. Kies ik er bijna voor om er een RPG bij te zetten, weet je, dan krijg je een hele leuke klas gewoon. Ah, dat is wel grappig, ja. Suicide Bomber klas. Zoiets, ja, dat je dicht bij elkaar ben je toch al, dus als je dan die dat ding erop. Je hebt toch een combat axe erbij. Ja. Oh, gooi je. Smoke. Nou, ja, wat zou ik doen? Oh nee, ik ga het helemaal leuk doen. Daar houden we de C4 bij. Ha, oké. Okay. Moet je helemaal lachen. Dat is gaan oefenen met C4, geloof ik. Nou ja, dus dan voor volgende keer wat nieuws te proberen. Kunnen we misschien daarna 1 of 2 bots bij doen? Die kunnen ook alleen maar daaruit kiezen dan. Ja, maar dan moet het inderdaad wel die setjes wapens moeten dan. Nee, maar dat maakt niet uit. We kunnen gewoon zelf kiezen welke we nemen. Ja, oké. Okay. Dus als jij bij jezelf denkt, joh, ik ga lekker met die shoot lopen kloot en dan kom ik met die RPG er langs. Dat jij denkt, oh shit, dat is niet de bedoeling. Ja, dan pak ik ineens weer een shotgun of zo. Ja, dat is wel lastig. Dan weet je nooit wat er op je afkomt. En die bots kunnen ook niet anders. Ik denk dat er heel veel met schilder gaan lopen. Ik ga alleen maar rondrennen. Oh, wacht eventjes. Ik ga eventjes. Want ik ga natuurlijk wat even wat. Als je dat. Met dat mes. Wil ik eigenlijk dus lightweight. Even kijken. Cold blood. Wil ik dan hebben. Oh ja, dat is wel handig. Zie je het niet op het radar ding. En die stil lopen. Die is ook wel relaxed. Nee, extreme condition heb je sowieso. Dus je kan blijven rennen. Lightweight. Dan ben je eens even kijken. Je hebt ook zo'n ghosting, dan heb je geen voetstappen. Oh ja, dus je bent niet te zien door UAV. Inderdaad. Dead silence. Cold-blooded, dus dan heb je ook al. Je hebt helemaal niks. Geen naam, helemaal niks. Dus je bent niet lastig te zien. Of ik hardwired, dat is immune to counter UAV en EMP. Nee. Ik heb een klasse online en dan zien en horen ze je niet. Dat is perk 1 is Ghost, 2 is Cold Blooded en de laatste is Dead Silence. Nou, die kan Dead Silence doe ik erbij. Dus dan ben je niet te horen. Nee, dat is echt tricky. En heb je wel een mes bij je, dus je kun je wel knijven. Ja, daarom. Dan horen ze je nooit aankomen. Ze is nee. Juist. Leuk tegen campers. Nou, even kijken, ik kan nog eventueel een tweede perk ergens bij zetten. Dan zet ik er nog hardline bij. Dus dan heb je ook hier, dan kun je ook nog, als je dan een beetje goed bezig bent. Juist, dus heb je hardline en ghost, cold blood en dead silence. En mes. Klinkt goed. Hoi. Dan heb je een paar power dingetjes gewoon met die 2 caps. Met scavenger erbij is dan niet eerlijk helemaal, hè? Nou ja, kan. We merken het vanzelf als er dan ineens bots zijn die dat kiezen en die zijn overpowered. Maar ja.
Ja, want als je die kap met kap 40 hebt, dual action met scavenger. Ja. Dan moet je eigenlijk eentje nemen die er nergens op slaat. Ja, die scavenger heb je nodig als er een bouncing baddy bij zit. Om het leuk te maken. Ja, je hebt twee bouncing baddies, ja. Je hebt voor de rest geen lethals natuurlijk. Nee, en dan kun je iedere keer nieuwe baddies neergooien, dat is wel grappig. En die kap 40 kun je gewoon lekker blijven knallen natuurlijk. Ja. Waarom? En als er dan zo'n baddie opblaast, zeg maar, en je gaat daar naartoe terug, dan scavenge, dan kun je weer nieuwe neergooien. Juist. En dan heb je eentje inderdaad dat je shield, maar er zit wel een krachtig wapen bij, dus op afstand kun je wel... Dus camperklasse. Ja, maar eigenlijk moet ik dat wapen best wel met een target seeker of zo doen. Ja, dan wordt het wel makkelijk met een target seeker. Met iets van zoom of zo is het lastiger. Dan heb je geen radar als je ingezoomd bent. Ja, want ik kan kiezen voor de multi. Ik kan ook voor de millimeter seeker doen. De millimeter scanner doen voor. Oh, dat is ook wel grappig. Dat is ook wel grappig. Want dan heb je wel iets eraan, zo gezegd. Maar je hebt het nadeel van het wapen. Want ik zat twijfel om de select fire op te doen, maar ik denk, dat is niet zo eerlijk. Ja, of Metal Jacket erop gooien met Iron Sights en Foregrip ofzo. Met Full Metal Jacket erop doet, dan knal je twee keer en dan is iemand dood, hè? Ja, daarom. Maar dan heb je wel Iron Sights, dus dat is wat moeilijker. Oké. Ja. En je kan door de muren heen schieten, dat is ook wel leuk. Ja, daarom inderdaad. Dan knal je iemand. Dan kun je echt wel... Maar dan krijg je geen lethal. Dat moeten we eerlijk houden. Krijg geen lethal. Je hebt twee shock charges, maar geen lethal. Ja, dat is wel een goeie. Dan kun je wel tactisch gebruiken ook. Dan zet je shock charges neer en dan ergens je camperplek opzetten. Dan komt eens de hoek om. Dan is het vonk. Ja. En dan kun je schieten. En dan, maar je kan niet gooien of wat dan ook, helemaal niks. Nee. Ja, je hebt een shield. Een roze shield heb je trouwens erbij. Oké. Okay. Ja, kun je die ook in bacon plakken, of niet? Ja, die kan ook in bacon. Eeuw. Wie in bacon? Nee, doe maar iets anders. Maar het is wel grappig. Ja, ik heb hem in bacon, die elite member of die kawaii heet die. Oké. Okay. Ja, ik wil ook... Ja, dan krijg je hem in bacon ook. Bacon schild. Ja, shoot me the bacon. Voor mij ben ik dan wel goed, want dit blijft wel staan ook. Ja, mooi. Ben je benieuwd? Overal je logootje en de naam erop, mooi. Top. Helemaal goed. Zo, van het weekend zal ik mezelf ook weer even een beetje opwaarderen, want ik heb natuurlijk van het weekend niks kunnen doen. Nee, ik ga weer verbouwen dadelijk, dus dan lukt het weer niet. Nou ja, geef. Oh, ik kan nog wel wat andere dingen doen natuurlijk, eventueel 100% health, uiteraard health generation normal.